Ja, prachtig om te zien. Aan tafel onder andere Otto Huizinga. U bent helemaal in de ban van buien en van tornado's. Daar gaan we zo meteen alles over horen waarom dat zo is. Ja. Maar eerst gaan we het hebben met Annemieke Wezinke. Welkom. Dankjewel. Ik mag jou feliciteren. Ja. Ja, want u bent verkozen tot het landelijk partijbestuur van de PvdA. Ja, dat klopt. Ja, nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe kom je daarin? Ja, heel simpel door je te kandideren. Je schrijft een brief en dan word je uitgenodigd voor een gesprek. En dan word je voorgedragen aan het congres. En dan kan het congres je kiezen en dat is in mijn geval gebeurd. Maar het congres kende jou natuurlijk al wel een beetje, want je bent al heel lang actief in de politiek. Onder andere als statenlid nu in de provincie Overijssel. Ja, zeker. Vallen die twee functies te combineren? Ja, die vallen het prima te combineren. Oh, dus je gaat het wel samen blijven doen dus? Ik blijf zeker in de Staten van Overijssel. Ja, en daarnaast ga je dus naar het landelijke partijbestuur. Dat zit ergens in een prachtig pand aan de Herenweg, nummer 54 als ik het wel heb, in Amsterdam. Herengracht, ja. Herengracht. Ja. Niet een onaardige locatie lijkt me om te gaan werken. Nou, het is een heel mooi pand, maar ik zou liever hebben dat we gaan verhuizen. Ik vind het pand eerlijk gezegd niet zo passen bij onze partij. En een iets centralere ligging. Niet? Ja, het heeft toch een beetje een grachtengordel-imago. Weet je wel. Beetje wel, ja. Het zit ook echt midden in die grachtengordel wel, hè? Ja, ja, maar over 2 jaar loopt het huurcontract af. En, oh, kijk. Kan ik dus mijn best doen om een betere locatie dus te misschien gaan vinden. Ga je dat dus, is dat een van jouw missies, dat je misschien het pand daar uit gaat verhuizen? Nou, een missie is een beetje overdreven. Het is niet zo dat ik echt als hoger doel heb om dat pand te verplaatsen. Nee. Maar ik zou het wel een goed idee vinden om het hoofdkantoor te verplaatsen van de grachtengordel. Wat wil je wel graag gaan doen, ook behalve? Wat ik heel graag wil gaan doen binnen het partijbestuur is eigenlijk de afdelingen. Dat zijn de gemeentelijke afdelingen wat centraler in de partij brengen. Wat je nu ziet is dat de partij redelijk gestuurd wordt vanuit de Randstad. Ja. Terwijl er heel veel leden zijn die ontzettend mooie dingen doen in het land. En ik wil hun meer in de picture krijgen. Overijssel is daar genoeg zeggenschap? Of mag dat meer? Nou, zeggenschap is wel redelijk goed geregeld. Formeel is het allemaal goed geregeld. Maar het is wel de manier waarop tegen dingen aan wordt gekeken. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. De meeste mensen die daar werken wonen in Amsterdam of in de Randstad. En die hebben dat gevoel niet bij de provincie, bij Overijssel, maar net zo goed bij Friesland of bij Limburg. Ja. En ik wil heel graag zorgen dat juist die stem ook gehoord wordt. Ja, nou heb jij jouw strepen verdiend ook in de regionale en de provinciale politiek, maar ook in de lokale politiek. Ja. In de Hof van Twente ben je lang raadslid geweest. Ik ben 4 jaar raadslid geweest daar. Ja. En die lokale en die landelijke politiek, hoe sla je die brug dan? Hoe ga je dat doen? Nou, allereerst door er gewoon heen te gaan en eens te vragen, wat hebben jullie nu eigenlijk nodig? Hoe gaat het? Hebben jullie problemen? Kunnen we ergens mee helpen? Eigenlijk is die verbinding leggen naar mijn idee heel eenvoudig. Ja, gewoon praten. En gewoon praten, gewoon dus erheen gaan. Je gaat eigenlijk helemaal niet heel veel zijn op de Herengracht. Je gaat vooral de provincie en het land in. Ik hoop zoveel mogelijk mensen uit dat pand te krijgen en naar Overijssel mee te nemen. Nou, een van die mensen die je dan mee moet krijgen is Hans Spekman. Die is natuurlijk de voorzitter. De man met de kriebeltrui wordt hij altijd genoemd. Ja. En wie zit er nog meer bij je in het bestuur? Ja, dat is heel verschillend. Bijvoorbeeld de penningmeester is gedeputeerde in Drenthe. Dus dat is ik hoop daarin een medestander te vinden. Ja. En voor de rest een oud-wethouder uit Alphen aan de Rijn. En actief lid uit Culemborg. Ja. Heel gemêleerd gezelschap. Nou, kijk, dus daar valt er vast een heleboel mee te bereiken. Ja, dat hoop ik wel.